gelijk een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. Maar goed, je ziet echt niks. Pauzeer de video. Laat me weten of het slim is of super slim. Wat denk je? Gaan we dezelfde weg weer terug als waar we vandaan kwamen. Een goedendag dames en heren, valt jullie wat op? Hier zijn we de laatste video geëindigd en we starten weer een nieuwe video. En vanuit Holtebroek, de kandidaat is gewisseld, want ja, het is een andere dag, andere kandidaat. Het is vandaag 18 graden, een beetje wisselvallig, het is nog wel droog, maar het waait heel erg vandaag. We hebben flinke wind. En zeker op de hoge snelheden, buiten Woudekom, is dat goed te merken. Dat we altijd aardig schuin hangen, terwijl we gewoon recht doorgaan. Dan gaan we zo helemaal aan het einde links af. Helemaal aan het einde links. Nou ja, vorige keer met Thijs dus hier geëindigd in Holtebroek. Nu met Kelly op pad. Kelly heeft volgende week examen. Voor jullie zal dat komende week zijn, hè? De tijd dat deze video online komt, dus het weekend als goed is. Dus aanstaande dinsdag heeft Kelly examen, nog twee rijletjes. Nou, gelijk even een lastig kruispunt. Stelruimte in het midden. Maar de vraag is of je daar wil staan, hè? Of dat je in één keer oversteekt of dat je hem stapsgewijs oversteekt. Het is een T-splitsing. Dus wil je in het midden gaan staan, ga dan in ieder geval links in de hoek staan. Maar je ziet er wel de mensen die links afslaan hier, zoals die Volkswagen. Die heeft ook zijn ruimte nodig. Kijk, en dan hebben we een probleem. Het probleem is dat die Volkswagen nu om jou heen moet. Terwijl als je hier links in de hoek staat, kun je voor elkaar langs kruisen. En heel leuk dat die meneer dan zegt, gaat u maar, altijd belangrijk om zelf goed op te blijven letten, dat er niks achter zit. Nou ja, gelijk een mooi voorbeeld van hoe het niet moet. We gaan rechtsaf, gaan we naar rechts. Dit soort complexe kruispunten hebben we ook best wel veel geoefend. Ze gaf ook al altijd aan dat het lastig vindt om te kijken waar je kan stilstaan. En dat was ik tegen jou aan het lullen, terwijl ik eigenlijk tegen YouTube aan het praten was, hè? Dat hoorde je al wel. We gaan de eerste weg linksaf. De eerste weg links. Ik had mijn spreekknopje al ingedrukt. Lekker de binnenbocht. Ja, dat is hij wel goed. Inhalen vlak voor of op een kruispunt. Yes. Laat zich daar niet toe verleiden. Pluspuntjes weer. Plus en min, hè. Als je de hele rit bij elkaar optelt, is het plus en min. Uiteindelijk moet er een voldoende overblijven. We gaan rechtsaf. Fijn, de rechts.
En mensen vragen mij wel eens regelmatig van ja, wat zijn nou echt dingen waar je op kan zakken? Ja, het kan een combinatie van dingen zijn. Hè? Het kunnen ernstige fouten zijn, minder ernstige fouten, heel veel kleine foutjes. Zoals al vaker genoemd, de zogenaamde AEX-index, de aard, de ernst en de hoeveelheid keren. Het compleet beeld moet kloppen van een motorrijder. Moet dus netjes, eerst kijken richting aan. Het nadeel ervan is als je te netjes wil doen, is dat dan die richtingwijzer weer aan blijft staan, wat je ook weer niet wil hebben. Hier is wat te beleven. Hier hebben we een gemeen fietspaadje zitten. Mooie bliksemschicht. Positie uiteindelijk goed teruggebracht naar je eigen weghelft. Netjes. Einde linksaf. Einde links. We gaan even achter de A-landen langs rijden, langs de Weide A. Ze gaf aan dat ze deze route nog niet gedaan had. We kunnen niet alle routes doen, hè. En ze heeft goed en veel gelest, hoor. Maar zelfs daarin kun je nog steeds op plekken komen waar je nog nooit eerder bent geweest, ook op het examen. En in principe moet het ook niet uitmaken. Als jouw techniek goed is en hoe jij een kruispunt of een bocht aanvalt, zul je maar zeggen, dan moet dat kunnen. Denk even aan je richtingwijzer. Twijfel. Verder vooruit kijken. Doodlopend straatbordje. Als je die op tijd had gezien, dan wist je dat dit de goede weg was. Is. Er is nog wat wind vandaag, die gaan we nu beleven, want hij komt van links. Het zal voor jullie soms wat meer ruis op de lijn geven, ik ga kijken of ik mijn ventilatie dicht kan zetten aan de voorkant. Ik moet denk ik binnenkort ook even een nieuw schuimpje op mijn microfoon zetten. Ik heb inmiddels 3 microfoons voor mijn neus. Eén voor de communicatie met de leerlingen, één voor mijn headset. Een Bluetooth headset en eentje voor de camera. Ja, dat is lastig met zo'n auto voor je om lekker je eigen tempo te kunnen rijden. Het is de kunst om genoeg ruimte te houden zodat je je eigen ding kan doen in de bochten. Aan de andere kant, als er dan weer zo'n auto voor je rijdt, deze rijdt aardig door, hoor, vind ik. Deze rijdt lekker door. Het zorgt er weer voor dat op het moment dat hij ergens op moet reageren, dat jij dat veel eerder ziet. Hè? Dus in die zin een beetje kunnen volgen, dat scheelt alweer. Het mais staat lekker hoog, dus we kunnen de bochten niet goed doorkijken. Je kunt aan de ruime bomen kun je wel een beetje zien hoe de weg loopt, dat wel. Maar we kunnen niet zien of er een tegenligger aankomt. Dan komt het zicht hier redelijk op tijd nog, dus wat dat betreft het aansnijden van de bocht, dat kan hier wel. Bij de volgende bocht heeft het geen zin om de bocht aan te zetten, dus is het de kunst om aan de binnenkant te blijven. Hoeveel je hier ook links gaat rijden, het zicht gaat niet beter worden. Die huizen staan echt te kort op de rijbaan. Ze blijft op haar eigen weghelft, dat is goed. Denkbeeldige weghelft, hè. En dan de klinkerweg, de klinkergedeelte. Heb je iets meer last van tonrondingen? De weg loopt overdreven gezien een beetje bol. Dus de kunst is hier om iets meer bij het midden te blijven.
Nou, dat kan. En dan komt ze er daarachter dat het doodloopt. Nou, dat kan ook. Ja, komt u maar hoor. Komt u maar. De rest loopt dood, hè. En dit is de doorgaande weg. Vandaar is dat het soms dus wel eens handig is als je een route een keer eerder hebt gereden, dat je een beetje weet hoe de weg loopt. Een beetje weet waar de gemene kruispuntjes zitten, de gemene bochtjes zitten. En deze klinkerweg, nou je ziet al, ik weet niet of het op beeld goed te zien is, maar het glimt een beetje, het is een beetje groenig. Een beetje een groene waas, er zitten allerlei mos en onkruid tussen de straatklinkers. Dat is nu nog niet zo'n ramp omdat het droog is. Maar als het hier nat is, dan wordt het echt een spiegel hoor. En zoals nu rijden we al, hè, net geen 50, terwijl we 60 mogen. Dat snappen we nog. Daar wat kan, mag het iets vlotter. Ja, als het dan nat is, dan is zelfs 40 altijd. En dat snappen we dan ook. Hè. Dat is ook heel belangrijk om je aan te passen aan de condities die op dat moment er zijn. Ja, hier zit je met die tondronding, dus je wil natuurlijk een beetje aan de buitenkant van die bocht blijven, maar ja, hier wordt ook een beetje richting die berm getrokken, dus het liefst zit je iets meer op het midden. Ja. Op het midden wil je niet zitten voor een mogelijke tegenligger. Tja, dan zul je je tempo moeten aanpassen. Dat kan. Zoveel wegen die naar Rome leiden, wat dat betreft. En soms juist ook een beetje gebruik maken van die wegverkanting. Want als je hem hier een klein beetje naar binnen stuurt, en die weg loopt daar aan het midden of aan de rechterkant een beetje schuin, kun je daar best wel een beetje gebruik van maken. Dan wordt het bijna een kombocht, hè. Oké, we gaan linksaf. Eerste weg links. Welkom weer in Zwolle, de Woudekom 50. Links een slecht zicht. Ze haalt het voetremmetje erbij, denk ik, in de bocht. Het kan nog wel. Het moet geen gewoonte worden. Zeker niet met deze snelheden. Is nou echt een heel kort bochtje, dan snappen we het. Rustiger aan, hè. Denk weer aan die lantaarnpaal die achter het busje vandaan komt. Die meneer met zijn ladder. Je ziet al, de wegcondities zijn anders. Obstakels. Zo'n mooi lint wat half de weg over waait en in je voorwiel slaat. De motor gaat het wel winnen hoor, van het lint, maar dan zal je me net even vloep, hier om je spiegel heen en dan kun je wel even een ruk aan je stuur geven. Maar. En op de heenweg hier naartoe reed ook al een keer iets te hard langs een paar werkzaamheden, busjes. Dus vandaar dat ik even refereerde aan de lantaarnpaal die achter de bus vandaan kwam. Want we waren ze met lantaarnpalen bezig aan het plaatsen. Ja, hou je geduld, want er zit nog een zijstraat zometeen. Pak iets meer ruimte. Dus ondanks dat je dan achter die fietser blijft, prima. Blijf wel iets naast die fietser rijden. Je ziet hier het straatnaambordje hangen links. Dus dan weet je dat aan de rechterkant de zijstraten zitten. Op die manier kan je ze herkennen. Dus nu even snel er voorbij. Lekker ruimte voorbij. En hier zit weer een zijstraat hoor. Ja, die richtingenwijzer zou ik in dit geval iets meer met rust laten hoor. Het is zo druk met die richtingenwijzer dat dat ding soms aan blijft staan en zo. Alleen bij bijzondere verplaatsingen of een motorvoertuig wat je passeert. Maar in dit geval leidt het een beetje af van het rijden. Van goede, slimme, inzichtelijke keuzes maken. En je wilt het dan iets te netjes doen, hè? Dat is niet fout. Maar rijden moet er niet onder lijden. En gaan we rechtsaf, gaan we naar rechts.
Dan rijden we zo het altijd mooie Berkem in. Dat is achter de weide aan langs geweest, Berkem in. En dan kunnen we drie dingen doen. We kunnen door de woonwijk terug. We kunnen een stukje buiten afpakken nog. We kunnen de snelweg pakken. Even bedenken wat we gaan doen. Ook is voor mij is dat niet altijd. We zijn niet echt een examenroute aan het rijden nu hoor, maar. Ja, we komen hier wel met examens. Wat gaan wij er nou even om van wat wil ik zien? Wil ik nog een stukje buitenaf zien? Nou ja, dus dit soort dingen kun je gewoon niet trainen. Hè? Je moet maar net een paar fietsers tegenkomen waar je last van hebt. Soms kom je ze gewoon de hele weg niet tegen, soms heb je er 20. Als voor ons had dat altijd weer de uitdaging. We gaan bij de verkeerslichten linksaf. Verkeerslichten links. Ik weet niet of jullie het bochtje van Haar zagen. Een beetje te vroeg ingestuurd. Zo'n kleine correctie in de bocht. Hè. Probeer iets later in te sturen, iets ronder te maken. En wij gaan zo meteen rechtsaf richting Berkem. Ik rijd 59 en jij loopt uit. Dus dat betekent dat jij meer op de teller hebt staan als het goed is. Je mag hier maar 50 hè. Plannetje maken met die fietser. Waarschijnlijk komt het net goed uit. Ja, komt precies goed uit. Een beetje witte lijn mee. Dat is gewoon niet nodig. Ik kom nog een beetje iets te vroeg indraaien. Ik probeer iets later in te sturen. Doe maar linksaf. Gaan we de eerste links. Nee, sorry, de tweede links. Tweede links. En dan blijven we rechts aanhouden. Gekke opdracht, hè? Dus als de opdracht al raak klinkt, van rechts aanhouden, is het dan rechtsaf of niet? Nee, ja, het is niet echt rechtsaf, maar. En aan het einde linksaf en daarna gelijk weer naar rechts. Dus eerst links, dan rechts. Eerst even kijken. Je moet het wel echt zeker weten. Het is iets te enthousiast. Een blinde bocht in. Einde gaan we rechtsaf. Einde rechts. Dus we gaan zo eventjes stoppen. Even aanspreken op haar bochtenwerk. Als ze wat later moet insturen. Gaan we naar linksaf, gaan we naar links. Hier ook hè, geen zicht van rechts. Echt pas in. En als je het zeker weet, dat is beter. Oké, gaan we de eerste weg linksaf. Eerste weg links. Dan mag je in die straat even een plekje zoeken om te stoppen. De stoeprand hier links.
Dus dat heeft het ooit moeten zijn. Dan zijn we zo weer terug. Nou, hoe gaat dat zo? Een stukje buitenaf? Beter voor mijn gevoel. Sorry? Het eerste deel ging beter voor mijn gevoel. Ja, hè? Ja. Ik zit een beetje met je bochten. Je stuurt je bochten net even een tikje te vroeg in. Ja, ik vond dat op die klinkerweg een beetje spannend. Ja. Ja, dat klopt ook. Want daar op zich had je daar je positie wel redelijk oké. Je past je tempo er ook wel een beetje op aan. Maar ik zit vooral met de kruispuntbochten. Oké. Dat je iets te vroeg instuurt en dan even weer moet corrigeren met verkeerslicht, hè? Linksaf, dan stuur je in, dan moet je terugsturen. Ja. En dan weer inknikken. Dat is gewoon wat later, zeker als ze gewoon 90 graden zijn, wat later insturen. En zeker als ze meer als 90, of minder als 90 graden zijn, een beetje overhaaks. Ik ga zeg maar nu rechtstreeks op mijn doel af. Ja. En daardoor moet je of inhouden, je gas dippen in de halverwege de bocht, of je waait eigenlijk te ruim uit. Hè? En zeker die laatste dan weer rechtsaf overhaaks, het uitritje uit zeg maar. Ik denk, nou, dat heb je in Sasaag heel mooi laten zien dat je dat onder controle had. Hier was je echt krap. Ja. Dus dan moet je hem echt goed strak weten te houden. En die laatste linksaf daarna, met het winkelcentrumpje, ja. Die deed je dan wel goed van, oké, ik zie niks, ik ga eerst even kijken en dan pas ga ik indraaien. Ik dat was goed. Dat mijn doel op dat moment rechts is en niet links. Ja. Dat bij het stoplicht is mijn doel links, maar het gaat rechtstreeks erop aan. Ja. Maar dan stel je ook automatisch, doordat je wat langer naar rechts moet kijken, voordat je wat ziet, ja. Stel je automatisch je bocht uit, heb je automatisch die wat latere bochten. Terwijl dat je er niet te vroeg in stuurt. Dus maak ze iets haakser, iets ronder. Niet, je kunt ook te haakser, je kunt ook te laat en dan heel hard moeten knikken. Dat ook weer niet, maar iets later dan wat je nu doet in ieder geval. En even met die fietser, met al die zijstraatjes daar. Je bent heel druk met die richtingenwijzer. Probeer dat soms even met rust te laten. En soms dan blijft het ook aanstaan, dan daarna. Ja. Eerder ook weer voor. Nog wel even pieken, kort en snel er voorbij. Je weet nou hoe je die zijstraat kan herkennen daar zo, aan de rechterkant. Ja, dan soms zijn het uitritjes en dan is het weer een zijstraat. En dan moet je even goed het verschil weten. Goed, gelukkig dat je het zelf ook al in de gaten had. Dat het wat minder was. Maar... Ik heb ook wel een goede terugkoppeling van hetzelfde. Ja. Yes! Ja. Probeer daarop te letten, op de bochten met name. Ja, op zich wel goed. Kies wel je bocht uit waar je hem gebruikt. Korte bocht is prima dat je de voeten erbij houdt. Ik zie hem nu wel erbij. Maar ook het vasthouden bij een korte bocht is prima. Hè. Hoge snelheidsbochten, waar je gewoon in z'n twee doorheen kan gekoppeld, hoef je geen voetrem te gebruiken. Hè. Yes! Mooi! Gaan we zo de tweede weg rechts. Zit kort naar elkaar. Het herkennen van dat iets minder goed gaat is één natuurlijk. Er nog iets aan doen, dat is natuurlijk nummer twee. Einde rechtsaf, einde rechts. En sommige mensen hebben een heel goed zelfsturend vermogen. Shit, dit ging niet handig. Volgende keer ga ik het even anders aanpakken. En sommige mensen vinden dat moeilijk om te bedenken wat dan de betere oplossing is. Uitlopend. Nou, je zag hem wel, alleen dan nog iets mee doen, hè? Keuzes maken. We gaan aan het einde linksaf, einde links. En daarna gelijk nog een keer links, dus twee keer links. Niet doen, zie je dat? Dan wil je eigenlijk al voor de bocht alweer insturen, wat later en wat haakser, lekker vanuit de heupjes.
Die zal ze het waarschijnlijk wel weer goed doen, omdat ze dan wat meer met rechts bezig is. Hier hebben we voorrang. Dat moet je jezelf wel breed maken, want de gemiddelde automobilist die houdt hem, die drukt hem gewoon door. En deze weg is best lastig geworden. Het is 60. Vroeger was het gewoon 80. Gevaarlijke kruispuntjes zijn wel duidelijk aangegeven. Ze hebben overal een verhoogd kruispunt van gemaakt. Een goede drempel erin gegooid. Plus een paar snelheidsdrempels. Yes, hier mag je best wel over de lijn heen hoor. Iets minder rechts over de lijn heen. Uit voorzorg. Heel goed. De fietser is al aan het inhouden, dus die is iets van plan. Wat weten we niet. Misschien daar het fiets wat op in. Waarschuwing, slipgevaar. Moet aan de binnenkant blijven. Al remmend precies over al die plaatjes heen. Nou, het begint al een beetje vochtig te worden hier zo. Het droogt natuurlijk als laatste op hè, als het bebost is. Kelly kiest ervoor om het tempo aan te passen, wat op zich begrijpelijk is. Je zou iets meer ruimte kunnen pakken, kun je iets vlotter doorrijden. Kelly kiest ervoor om het tempo er iets meer uit te halen en dan wel links van die lijn te blijven. Maar we gaan rechtsaf, einde rechts. Kort bochtje, voetganger. Als die voetganger daar was blijven lopen en de kop er tegen liggen aan, die gaat natuurlijk om die hardloper heen. Heen. En dan kun je verwachten dat die tegenligger dus op onze eigen weghelft uitkomt. Het is om er rekening mee te houden. Dan denk je van ja, hij loopt, maar hij loopt aan de overkant. Geen last van. 1-1 is 2. Vooruitdenken, potentiële gevaren. Je hoeft ze maar één keer te koppen. Dan vertel je het me niet meer na. Defensief, hè? Defensief. Yes. Goed, je ziet echt niks. Yes. En daar konden ze dus ook alleen maar op deze manier op reageren, met genoeg stabiliteit en balans, omdat ze het merendeel van haar tempo er al uit had gehaald. Hè? Gaan we rechtsaf, gaan we naar rechts. En als het goed is, heb ik vandaag de nieuwe intro gebruikt. Wat vinden jullie ervan? Een aangepaste versie van de demo intro, denk ik. Ik zal proberen te luisteren naar jullie commentaar. Aan de kant, het is mijn intro hè. Als je het niet leuk vindt, hoef je het ook niet te kijken. Jullie doen het voor de inhoud, daar ga ik vanuit.
Ik ben zelf nog wel eentje iemand die houdt van epische muziek. Laatst naar een concert geweest van Hans Zimmer, de maker van de filmmuziek. Dat was echt fenomenaal. En wij gaan linksaf. Gaan we naar links? Je merkt ook gelijk dat je remweg er anders van wordt, hè? Met dat je die voetrem erbij pakt, hè? Ik zie een beetje nadenken zo. Want de vorige rijles vergat ze continu haar voetrem erbij te pakken. Dus daar is ze nu waarschijnlijk even flink geconcentreerd mee bezig. Ja, denk aan het afdekkenongeval, hè? De auto voor je slaat af, jij komt daar als een koekoek achter vandaan. Dus feest daarop bedacht, hè? Als een koekoek. Ik heb een kind dat zit continu koekoeksfilmpjes te kijken de hele dag. We gaan nog even een paar korte bochtjes doen in Assendorp. Mooie oude wijk in Zwolle. Veel gemene korte bochtjes. Ja, waar de woonwijken nog gebouwd waren op paard en wagen. Heel veel inrittings verkeer. Omdat het gewoon lekker allemaal krap is. Even kijken of ze hierin kan trappen. Wij gaan rechtsaf en daarna gelijk weer naar links. Dus eerst rechts, dan weer links. Eén rijbaan voor rechtsaf. Na de bocht zijn er twee banen. Als ze slim is, komt ze links uit. Als ze super slim is, komt ze rechts uit. Ze kijkt er wel vast een keer goed vooruit. Ze kijkt er twee keer goed vooruit. Ik denk, welke baan ga ik pakken? Pauzeer de video. Laat even weten of het slim is of super slim. Wat denken jullie? Ja, het is de slimme variant. En super slim is het daarna weer netjes oplossen. Er is niks fout aan, hè? Laat zien dat je vooruit denkt. En je moet de situatie herkennen daar. Echt herkennen van tevoren wordt dat wel lastig. Dat het dan weer gaat ritsen. Oké, gaan we zo links. En daarna gelijk weer naar rechts. Eerst links, dan rechts. Denk aan je bochies. Niet te vroeg insturen. Goed spelen met je koppeling, met het korte werk. Positie. En het is al beter, maar mag nog wel later. Vooral die bocht naar links. Mag nog een tikje later. Linksaf. Ja, dan merk je het zelf ook al, hè, dat het te vroeg was. Hè. Je draait al in, terwijl je het nog niet zeker weet wat er van rechts komt. Dus zorg dat je dat eerst afwacht. Zeker met zo'n hoog grijs busje waar je niet doorheen kan kijken. Herkansing, gaan we linksaf weer. Gaan we naar links. Ik had ook gewoon even wachten. Jongen. Allebei evenveel obstakel volgens mij. Du.
En aan het einde linksaf, einde links. Nou, dat zijn helemaal gemene wegen. Je draait hier een 50 weg op. Heel mooi is het weer te rollen te houden, dat doet ze dan weer heel netjes. En gaan we rechtsaf, gaan we naar rechts. Nou, voorlopig even genoeg gezien. Ik denk ook genoeg voor een video. Als het goed is ruiken jullie de koffie al, dus je weet al waar we heen gaan. Dat is vast een sticky. En dan ga ik jullie alvast bedanken voor het kijken. En tot een volgende keer, maar weer. Adios. Ciao, ciao. Later insturen. Lekker vanuit Eupen. Je komt er ruim uit, hè? Je komt bij die stippellijn uit. Dat moet strakker. Mensen, tot een volgende keer. Adios. Ciao, ciao.